Sinds vorig jaar is een grote partij, een van de partners, Boerhartig Hoofd, heeft die naam eens verlaten. Die waren verantwoordelijk voor het coördineren, het initiëren en het uitvoeren van de landelijke taxaties. Daar moest een opvulling voor komen. Daar ben ik voor aangetrokken. En dat doe ik met heel veel plezier. En ik ben sinds februari ben ik hiervoor actief. Ziet u zichzelf ook als oude rot? Wat is oud, hè? Ik ben 48 jaar jong, dus ik voel me zeker niet oud. We hebben wel heel veel ervaring, als je dat bedoelt. Zowel binnen Dynamis als ik zelf. Ik ben sinds 1990 al werkzaam, dus dat is bijna 22 jaar. En qua taxaties ben ik al minimaal 17 jaar actief. Dus veel ervaring, veel kennis, maar oude rot vind ik een wat verkeerd woord, denk ik. En wat is nou de grootste uitdaging binnen de afdeling? De uitdaging is om de lokale en regionale kennis, om die landelijk te bundelen en dat ook goed te verkopen aan de landelijke opdrachtgevers. Want het gaat vooral om landelijke taxaties. De lokale en regionale taxaties worden uitgevoerd door de regionale partners. Maar vooral de landelijke en internationale taxaties, dat gaat via mij en dat ben ik aan het uitzetten. Nou sprak net iemand die zei van de crisis is toch iets harder aangekomen als ik dacht. Hoe is dat binnen de taxatiemarkt? Hoe werkt het door op jullie hier? Nou, de taxaties, de ene partij die is wat directer aan het sturen op de taxaties dan de ander. Dat betekent dat de waardedalingen niet altijd nog in de portefeuilles tot z'n recht zijn gekomen. Wij staan de marktwaarde zoals het per heden is, die staan wij voor. En dat betekent dat er nog heel wat werk te verrichten is. Dus ze kunnen heel graag langskomen en dan zullen we het op marktwaarde uitvoeren. Met wie wil je nou echt nog spreken vandaag of morgen? Nou, er zijn de bekende partijen die zijn aangesloten bij de ROZ-IPD. Dat zijn de 23 partijen. Die moeten jaarlijks de taxaties voor de benchmark invullen. Dat zijn onder andere een van de partijen die ik heel graag hier wil ontmoeten. En dat lukt ook, dus er is een mooie gelegenheid voor. Zijn er na 22 jaar nog dingen die je verrassen? Nou, ik leer nog steeds elke dag. Dus wat dat betreft, maar om nou te zeggen dat het hele taxatiegebeuren anders is. Nee, ik denk dat je wel de realiteitszin, dat je die goed onder ogen moet zien. En dat is zeg maar ten opzichte van een aantal jaar geleden, was dat die realiteitszin even weg. Maar die is nu in ieder geval bij mij heel duidelijk aanwezig.